Yo, kijkers van Online Games. En welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prison Oyster. En ik heb bij tv heel erg schuin staan. Ik moet hem heel even recht zetten, jongens. Zo, dat ziet er een stuk beter uit. Goed, jongens, welkom terug. Gloednieuwe aflevering van Prison Oyster. Goed, we gaan natuurlijk vrolijk weer verder. Ja. Ja, zoals jullie weten hebben we natuurlijk 8000. Maar hier moet er gras aankomen. Dus laten we trouwens. Nu heb ik mijn tv nog aan, geluid aan. Dan moet dat ook nog uit, jongen. Zo, anders hoor ik het twee keer. Nou goed. Ah, het is altijd hetzelfde gezegd. Nou goed, zijn we nu vet. Ja. We moeten natuurlijk de gras nog aan zo doen. Maar ik denk dat we natuurlijk eerst de vloer in. Dat we gras gaan doen. Kijk, die kost wel 5 euro. Wat is dat? Zo. Dit gras, dat staat dat mooi hierin. Dat moet natuurlijk aangelegd worden. Die boom moet ook verwijderd worden. Dan komen ze zo aan. Denk ik, hoop ik. Ja. Kijk, daar komt al heel wat aan. Wat is dat nu toe? Redden? Hoop het van niet. Kijk, kunnen ze in ieder geval alvast beginnen? Kijk, ze nemen het allemaal gelijk wel mee. Nou goed. Gaan we trouwens het wat sneller doen. Toch moet nog een heleboel. Kijk, nu kan hun via hier. Dat is best wel fijn. Kijk. Er komt nog meer aan. Dus ook eten. Ik heb natuurlijk wat serveerstations. Die moeten er zo in, hè. Kijk, een 4. Ik nog even een 2. Want dan gaan we die
die op deze hoek neerzetten. Zo. Voorwerpen inderdaad. Telefoonhokjes. Nee! Onvoldoende geld. Was die zo duur? Nou, ik nam in ieder geval wat telefoonhokjes. Niet zo heel veel, maar... stond iets aan dit. Oh, moet je alles alleen doen? Nou goed. Kijk eens aan. Gaan we weer. Ja, leuk te veroorzaken. Gewoon even niet, jongens. Gewoon niet. Zo. Er nog een paar dingen aan. Zie dat op. Kom maar uit. Of gewoon. Zo. Dus wat laten we gewoon allemaal doen. Is denk ik beter. Zo. Ons geld raakt op, ja, ik weet het. Oh, wacht. Dat moet natuurlijk wel... allemaal op stroom gezet worden, kijk. Want, gezet. Ik sluit dit gewoon zo even buiten. Kost 10 euro. Jezus. 52. €2. Dat is ook niet zo heel veel meer, hè? Maar goed, 27 en eenzaam opzet, 31 wachten nog. Nou, die 31 die worden steeds minder, want ik heb toch meer mensen in de eenzaam opzetten. Hier zit het helemaal vol. Zo. Ja.
Iedereen is net naar zijn cel, dus dat is ook maar eens fijn. Je gaat deze uniform daar naartoe sleuren. Ah, kijk, we zijn in ieder geval. Nee, daar waren we natuurlijk ook nog mee bezig, hè? De gewonnen kunnen zich echt niet normaal gedragen, hè? Dat ook niet. Oh. Was moet nog goed gedaan worden. Zo moet ik krijg weer wat geld. Heb nog een gevangenis hier. Dan doe ik er heel even eentje hier. Dat gaat toch wat sneller. Nu kunnen ze via hier, dan hoeven ze niet te hebben zo te lopen, kunnen ze ook wat sneller. Kijk, ze gaan. In ieder geval nu douchen. Kijk, kom Arada aan. 16.000, oké. Wat hadden we alweer nodig in dat 16.000? Oh ja, sowieso eerst even de stroom. Aansluiten zo. Want dan wil ik hier. Ja, sma. Ik denk dat jullie het wel weten. Namelijk een bouwwerk. Moet het gewoon via muur? Ik denk dat dat het best is. Want dat hadden we hier ook gedaan. Dus denk ik wel het best. We hebben natuurlijk verschillende ingangen. Dus. Dat is heel fijn. Zullen we trouwens eerst even de vloeren doen? Ik wil eerst de vloeren nog aanleggen. Zullen we trouwens dat maar eerst even doen? Ik wil dat. Zitten we zo op. Keramische vloeren. Kijk, dit hier. Dat is ook nog helemaal niet gedaan. Dus als we nou. Hij zegt nu alweer onvoldoende geld. Nou, oké, hop. Nou, we hebben dat in ieder geval weer hier verder afgemaakt. Hier wordt flink wat gevonden, ja. De bezoek die moet ook wat groter. De post is ook prima. Dat ook. Oh, hij is dood. Rapkok. Oh, ik kan de tenen naar. En dan ga ik hier.
Nog van alles. Zo. Door de receptie en dan kunnen ze... Zo. We moeten trouwens ook hier echt allemaal deuren neerzetten. Dat is wel zo handig, hè? Maar dan heb ik nog die... Ik weet niet hoeveel... Dat ik nog van die vellen heb. Kijk, nog eentje. Hier zit er één. Moet daar hier tussen er ook één. Dat ze er niet doorheen... blijven rennen. Okay, hier zit ook een deur. Maar ik denk dat die deur best wel weg kan. Ik denk het wel. Dat is eigenlijk totaal onzin. Ja, deze wel, want dit is voor het personeel. Maar die deur, die kan gewoon weg. Waarom zou hier nog een tussendeur moeten zijn? Eigenlijk hoeft dat niet per se. Kijk, gewoon hier wel. Want hier ga je namelijk naar de werkzaamheden en daar... Ja, het moet toch wat... voor zijn gebeuren. Ja. Even kijken. Zo. Ik hoor gerel. 55. Die krijgen 500 en best wel veel mannetjes. Oh ja, hier. Ik heb er nu twee, dus als we dan nou gewoon... Even een keer doen, kijk, zo, hopla. Ik ga trouwens hier wat meer netjes, heb ik nu zo'n 7. Hier iedereen, daar iedereen. 3 zal wel voldoende zijn. Ja, daar is iedereen voor, daar ook. Er was trouwens ook, want iedereen is heel druk bezig. Hij zit nog even aan het strijken en de rest, die is bezig. Eten. Nou, ieder... Al het eten dat... komt er hierheen. Was er raten alles... van de was. De was, die komt nu niet hier. Waarom? Geen idee. Nou, dat ook alvast...
Hoe ver zijn jullie? Iets snel. Dan kunnen we rustig. Geld. Kom een paar mannetjes. Oké, dan is nu weer bezig. Dat is natuurlijk niet te doen. Goed jongens, ik denk dat ik gewoon hier begraat. Ik zie jullie gewoon morgen weer, denk ik, terug, hè. Ik denk van weer, alles loopt nog wel een beetje. De was ook prima, want dat is geen vies was. Oeh, de stroom die zit ook bijna. Knappen hier. Daar zijn we ook mee bezig. Kijk, wat gaat hij doen? Hij legt die gewoon op de grond. Maar hij is in ieder geval bezig. Iedereen in de eenzame opsluitingen. Kijk, hier 42 wordt een 4 op 1 hebben medische verzorging nodig. Die zou in de ziekenboek zijn. Dat is dus dit. Maar ik ga het hier zo bij laten, jongens. Kijkers, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En ik zie je natuurlijk gewoon weer morgen weer terug. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen, jongens. Mazzel!